Hallo, ik ben Doreen Beurskens, Executive Director van Young Africa International. We staan nu 15 jaar als Young Africa. En in de 15 jaar hebben we 20.000 jongeren opgeleid in een beroep. En we hebben dat gedaan over 5 centers in Namibië, net begonnen. Zimbabwe als eerste en nu, dit is het tweede centrum in Mozambique. We zitten hier, of ik zit hier op het Young Africa Agritech Center in Dondo, een hele landelijke plattelandsgemeente in Mozambique. En we zijn hier net begonnen met de opzet, met de bouw van een centrum voor beroepsopleidingen in landbouw. Afrika heeft heel veel land, Afrika heeft heel veel jongeren, werklozen, kansarme jongeren. En wat wij doen is de jongeren en het land samenbrengen. En de missende factor daar tussenin zetten, namelijk training in het goed gebruiken van het land. Dus vanaf volgend jaar, 2014, beginnen we met beroepsopleidingen. Maar we zijn al begonnen met seminars voor lokale boeren. Om beter gebruik te kunnen maken van de faciliteiten en de mogelijkheden die er zijn voor hun. Nou, wat je hier achter mij ziet zijn het maken van onze eigen bakstenen, helemaal ecologisch verantwoord. En daar weer achter de bouw van de werkplaatsen voor voedselverwerking. We gaan melk produceren, we gaan fruit verwerken, groenten verwerken, vlees verwerken, kippen, beef en van alles. En daar hopen we volgend jaar mee te beginnen. Natuurlijk hebben we daar steun voor nodig, onder andere van de gemeente Apeldoorn, waar Young Africa in Nederland gevestigd is. Dus we rekenen op jullie.